Zo, dag burgemeester. Daar staan we dan. Juffrouw Henny, ieder jaar zien we elkaar hier. En hoe fijn is dat? Dat is echt altijd een feestje. Alleen nu is het zo raar. Het is zo stil. Het is heel stil. Een anderhalve meter. Ja. Afstand. Hebben we het goed uitgemeten? En anderhalve meter. Het is echt bizar. Ja. Hoe zal het gaan lopen? Wat denkt u? Ja. Komt Sint? Ja, ik denk wel dat hij komt. Want hij is heel plichtsgetrouw. Hij weet gewoon dat er heel veel kinderen op hem wachten. Maar het zal allemaal heel anders zijn. Ja, zeker. En dan vooral die pieten, hè? Och, die pieten. Want die moeten ook anderhalve meter afstand. Ja, ja. Maar Sint heeft ze toch echt nodig, hè? Hij heeft ze wel nodig. Maar ja, als je uit Spanje komt, dan ga je in quarantaine. Dan mag je even de straat niet op. Nou, wat fijn, kapitein, dat u ons weer af wilt zetten in de haven. Graag gedaan. Nou, zeker fijn. En Frank, wat is het goed om weer naar Ozaan te gaan, hè? Ja, hè? Ja, het is wel een beetje anders Sinterklaas dan normaal. Nou, dat kun je gerust zeggen, een beetje anders. Voorheen stonden er allemaal kinderen en ouders op ons te wachten. Het is nu zo kaal als, ik zou bijna zeggen zo kaal als mijn meiter. Maar toch fijn om hier naartoe te gaan, Frank. Maar het zal inderdaad wel een beetje anders zijn, zo zonder ouders en kinderen en tekeningen. Zeker. Ja, het is een ander feest, maar toch wel feest om in Ozaan te komen, Frank. En zijn er pieten ziek geworden, Sinterklaas? Nee, gelukkig niet, Frank. Nee, toen die ziekte kwam, hebben we de brug opgehaald in het kasteel. En toen kon er niemand af en niemand meer in. En die beestjes zijn ook allemaal buiten gebleven. Dus gelukkig. Alle pieten maken het goed. Ja. Gelukkig maar, Sinterklaas. En heeft u alles wel mee kunnen nemen ook? Ja, alle cadeaus, groot, klein, zijn allemaal op de boot. En gelukkig heb ik mijn boek bij me, Frank. Daar staat alles in. Dus ik ben goed voorbereid op het Sinterklaasfeest. Nou ja, als ik nog iets voor u kan doen of iets kan dragen of meenemen, Sinterklaas, dan moet u het maar zeggen, hoor. Nou, Frank, normaal gesproken is de hoofdpiet natuurlijk degene die het boek draagt. Ja. Maar als je zou willen, wil je dan het boek dragen? Mag dat? Ja, als je belooft dat je het voorzichtig doet. Ja, natuurlijk, Sinterklaas. Ja, niet te veel schudden, want ik heb er gisteren nog in gewerkt. Ja, zeker, Sinterklaas. Oh, kijk daar, toch eens. Oh. Ik zie toch wel, ik zie in de verte toch wel wat mensen staan, denk ik. Ja, kijk, daar staat dan zeg maar Henny, juffrouw Henny. Oh, Frank, jouw jonge ogen zien dat. Ik zie. Oh. En daarnaast staat dan zeg maar dus, maar die kant, daar staat de burgemeester. Oh, nou, dat is toch wat, meneer Frank. Wat fijn, juffrouw Henny en de burgemeester. Het is kaal, maar ik vind het wel heel fijn dat ze er zijn om ons te verwelkomen. Ja, is het toch niet zo heel leeg, gelukkig. Nee, en wat is het toch fijn om Ozaan weer te zien. En wat is het mooi met dit weer, hè, meneer Frank. Zeker weten, Sinterklaas. Een prachtig dorp. Oh, ik kan niet wachten om weer een voet op Ozaanse wal te zetten. Ik heb er zo'n zin in. Nou, ik ook, meneer Frank. Ja. Ondanks dat het een beetje vreemd is, ben ik toch wel een klein beetje blij in mijn Sinterklaas hart. Gelukkig maar. Ja, zeker. Zeker. Volgens mij komt de Sint eraan. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Oh, geweldig. Gelukkig, burgemeester. We hebben ons toch een beetje zorgen gemaakt, hoor, in deze tijd. Of dat wel zou lukken. Nou, zeker weten. Dag. Weet je nog, Frank, dat vorig jaar al die kinderen hier stonden. Met die ouders en die tekeningen. Ja, die zijn nu natuurlijk allemaal thuis. Ja. Maar ja, gelukkig, hè, zijn er in Ozaan niet zo heel veel hele ernstige gevallen bekend. Oh, dus nee. Dat is maar gelukkig. Ik hoop niet dat die kleine rakkers ziek zijn, Frank. Nee hoor, nee. Ik denk dat dat wel meevalt. Oh, gelukkig. Nee, want ze moeten natuurlijk wel fit zijn om de cadeaus straks uit te halen. Oh, maar dat komt zeker wel goed. Gelukkig. En hun schoen zetten natuurlijk. En heel hard zingen. Hard zingen, ja. Dat vooral hard zingen. Ja, dat kunnen ze goed in Ozaan. Ze kunnen hier super goed zingen. Ja. Het is hier geen seconde stoomboot, zongen ze dan als we hier aankwamen. Ja. Nou ja, nu niet. Misschien kan jij dat zingen, meneer. Nou ja, Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Zie je me? Ik zie u staan, Sinterklaas. Ja. Huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Fijn, meneer Frank. Ja. Dat vind ik heel lief van jou. Nou, we zijn er, Sinterklaas. Ach, eindelijk. Wat fijn. Nou, voet aan Ozaanse wal. Heerlijk. Ik heb ernaar verlangd. Ach, meneer Frank, daar staan ze. Dag, juffrouw Henny. Wat goed om u te zien. Dag, burgemeester. Dag, wat fijn dat u er bent. Ach, alleraardigst zeg, alleraardigst. Geweldig.
Oh nee, hij laat dat boek vallen. Oh, jeetje, wat gebeurt er nu? Hij heeft het gelukkig. Viel niet in het water. Dan zullen komt alles goed. Ja, zullen we alvast deze kant op lopen, burgemeester? Dan kunnen we hem echt even welkom heten. Dag burgemeester. Dag Sinterklaas. Heel fijn om u weer te zien en wat alleraardigst dat u er bent. Ongelooflijk. Maar natuurlijk. Ja, nou dat vind ik heel erg fijn. Meneer Frank, ja. Dat vinden wij fijn. Dat is goed nieuws. Dat het voelt als thuiskomen. Ja, thuiskomen. Fijn dat u dat zo voelt. Dankjewel schipper. Ja. Heel goed. Graag gedaan Sinterklaas. Liggen we aan wal. Ik zal wel even de boot Frank, halen. Geef je de tas. Ja. Het boek en doe het een beetje voorzichtig. Ga jij maar als eerste, dan komt de Sint er wel achteraan. Ja, zeker Sint. Kunt u wel aan mij overlaten. Pas op Frank. Sorry. Denk op het boek. Doe toch een beetje rustig met het boek, Frank. Schipper, wat is het rustig, hè? Maar heb u gezien dat de burgemeester en juffrouw Henny daar al staan? Ja, dan ben ik zoals wel... elk jaar staan ze er weer. Dan ben ik wel heel blij mee. Ja. Nou, ik hoop u volgend jaar weer te zien. En dat ga ik zeker doen. En ik hoop ook dan die kinderen weer te zien. Maar ja, wordt toch dat voelt goed, zeg. Oceaanse boeren. Heerlijk. Dag Schipper. Tot ziens, Sinterklaas. Dag burgemeester, dag juffrouw Henny. Dag Frank, gedaan. Heb je ze gezien? Ja, zeker Sinterklaas. Wat fijn dat jullie er zijn, zeg. Zeker fijn. En wat is het stil hier. Wat is het stil. Wat ben geen ik blij kinderen? Dat ik er ben. Geen kinderen, geen ouders, Sinterklaas? Niks, juffrouw Henny. Maar u bent er wel en de burgemeester ook. Maar fijn. U bent heel erg welkom. Heel blij dat meneer Frank u ook hiermee naartoe genomen heeft. Meneer Frank is mij steun en toeverlaat. Jazeker. En heel erg blij, hè, burgemeester. Ik ben heel blij dat ik de Sint weer mag verwelkomen. Dank u wel, dank u wel. Op een mooie dag. Prachtig. En ik heet u niet welkom namens mijzelf, maar namens al die Oostzaanse kinderen die natuurlijk met hoge verwachtingen zitten omtrent de cadeautjes die u mee gaat nemen. Ja, natuurlijk. Ik kom nooit zonder cadeautjes, daar burgemeester. Daar rekenen ze op. Is het u gelukt om ze mee te nemen? Ja, zeker burgemeester. Ik heb helaas de Zwarte Piet niet mee kunnen nemen. Maar dat gaat niet op de boot. Dat is te klein. En al die mondlapjes is niks. Maar de cadeaus, groot en klein, heb ik natuurlijk bij me. Ja, niet hier, maar in de boot die toch voor anker ligt. Ja, ik zie er hier ook al een paar. Dus dat is al wel een heel goed teken, hè? Ja, we moeten wel wat meenemen natuurlijk. Jazeker. En weet u ook welke kinderen allemaal? Die staan allemaal in het boek? Nou, vroeger wist ik dat uit mijn hoofd, juffrouw Henny. Maar vandaag de dag staat dat allemaal in mijn boek. En rustig Frank met dat boek. Oh ja, sorry. Dit is heel belangrijk. Daar staat alles in voor de kinderen en de cadeaus. En ik ben er gisteren nog mee bezig geweest. Rustig, beweeg het nou niet zo heel erg heen en weer. Hè? Sorry Sinterklaas. Graag, ja. Ik heb het niet altijd in de gaten. Dus Frank, wel. Ja. Meneer Frank. Nou, nogmaals, doe rustig met het boek. Ik houd het goed vast, Sinterklaas. Ik zal de burgemeester even het boek laten zien. Als jij even mijn staf vasthoudt. Zeker Sinterklaas. Want dan weten de kinderen ook dat alles op orde en onder controle is. Hè. Dat mogen ze wel verwachten van Sint natuurlijk. Dat denk ik ook. Ja hoor, dat lukt zo wel. Pas op de 1,5 meter, Frank. Jazeker. Ja, nou kijk, burgemeester, ik heb het boek bij me en... Hé, hallo! Oh. Alle meters bij elkaar! Wat gebeurt hier? Frank, ik had toch zo gezegd, wees nou voorzichtig. Oh. Kijk, alle letters uit het boek. Oh jee. Och, en ik had hem gisteravond nog bijgewerkt. Waarschijnlijk waren ze nog niet opgedroogd. Frank, burgemeester, juffrouw Henny... Wat is hier gebeurd? Dit is niet zo goed, Frank. U heeft toch wel een reserveboek, Sinterklaas? Nee, Frank, wat denk je dat dat een werk is om dat over te schrijven? Ja. Ik had nog zo gezegd, doe rustig aan, Frank. En u weet vast nog exact wat u opgeschreven heeft, toch? Frank, Sinterklaas is niet meer zo piep, hè? Oh. Die kan dat allemaal niet meer onthouden. Nou zijn we toch mooi in de mijten gelogeerd, Frank. Ja, zeker, hè? Sinterklaas. Nou, Sinterklaas, misschien weet ik dan wel een oplossing. Want echt, juffrouw Henny. Zo kan het natuurlijk echt niet, hè? Ja, ik voel me zo vervelend nou, juffrouw. Ja, en meneer Frank kon er ook denk ik niks aan doen. Dus het kan ik denk dat gebeuren. Ik met meneer Frank nog wel eventjes een hartig woordje moet spreken. Want het boek ging wel erg veel heen en weer. Ik had niet gedacht dat het zoveel uitmaakte, Sinterklaas. Nou, Frank, misschien dat juffrouw Henny wel een oplossing weet. Niet verdrietig zijn. Ik weet wel een oplossing, misschien. Ah. Mijn dochter, hè, die is lerares aan de basisschool. Oh. En die kan heel goed met letters omgaan. Is het een letterjuf, juffrouw Henny? Ja, het is een juffrouw van taal, dus van letters. En kan ze ook een beetje puzzelen met letters? Ze kan ook, denk ik, goed puzzelen en ook heeft ze nog collega's.
Dus zal ik dan vragen of zij dat misschien in orde kunnen maken? He, meneer Frank, vindt u dat ook een goed idee? Ik hoop dat dat wel lukt, ja, juffrouw Hennie. Ja. Dat zou ik wel heel erg op prijs stellen, juffrouw Hennie. En als het lukt, u weet zeker, ik zal u een heel mooi cadeau. En ook die juffrouw, die juffrouw met die letters en die puzzels, die zou ik natuurlijk wel, wel een kilo marsepein willen geven als dat lukt. Nou, dat is wel heel leuk. Maar ze gaat het proberen. Rosanne heet ze en ze gaat het proberen, hoor. Wilt u Rosanne vragen van de Sint? Ja. Gaan we doen. Nou Frank, dan valt het misschien nog mee. Gelukkig Sinterklaas. Burgemeester, ik hoop dat de woorden dan weer goed komen. En dat er inderdaad de juiste pakketjes bij de juiste kinderen komen. Nou, vertrouw er maar op. Ja, nou dan doen we dat maar. Ja, een ongeluk zit in een klein boekje, zullen we maar zeggen. Hè, Frank? Gelukkig. Ja, de sporthal. Daar is het grote feest altijd. Met zoveel kinderen. Helemaal altijd uit. Ja, zeker. Het is wel een stuk rustiger, juffrouw Hennie en burgemeester. Het is heel stil. Het is stil, zo al die kinderen. Ja. Ja. Maar hier komen we elk jaar. Ja. Och, en wat is dat gezellig. Meneer Frank, wat is dat altijd gezellig? Dat is heel gezellig. Ik ben bang dat het er nu binnen een stuk minder gezellig uitziet. Ik ben er ook bang voor. We gaan even kijken, denk ik. Komt u verder, komt u verder. Wacht u aan, burgemeester en juffrouw Hennie. Frank, ga je mee? Jazeker, volgt u de pijlers in plaats. Ja, gaat het goed met de meiden? Ja, dat gaat prima. Ja, dat gaat uitstekend. Dank u wel. Och, u weet. Dan hoor je ze hier al roepen, normaal gesproken. Hier is het zo druk altijd dan. Ja. En dan is het donker in de zaal. Nou, met een mooi podium. Ja. Och. Nou, het is toch wel goed om even te kijken, maar het voelt wel een beetje raar. Het is heel stil. Ja. Frank, ben je er? Ik ben daar Sinterklaas, ik kom achter u aan. Ja, heel veel zingen en muziek is er altijd. En juffrouw Hennie, heeft u het boek nog naar die schooljuf kunnen brengen? Ja, zeker. Ja, dat is gebeurd. Denkt u dat dat gaat lukken? Ja, ze zei het wel. Ze gaan zo hun best doen. Och, ik hoop het toch, Frank. Wel, hè? Ik hoop dat dat lukt. Ik hoop het. Ik heb het maar mooi helemaal vernieuwd. Nou, meneer Frank, dat gaat goed komen, Frank, hoor. Dat kan gebeuren. Hè. Ja. Dat zei ik, een ongeluk zit in een klein boekje. Dat is Nou, kijk eens aan. Wat is het hier stil, zeg. Waar zijn we dan? Hele in een hele lege. Och, wat een. Och. En anders zit hier al die kinderen. En mijn stoel. Waar is mijn stoel, Frank? Ja, nee. Och, nee. Er is helemaal niet. Er is helemaal niks, burgemeester. Het is echt een heel bijzonder jaar, dit jaar. Het is heel apart. Het voelt apart. Nou, heel apart. Heel apart. Heel jammer eigenlijk. Oh. Heel jammer. Maar ja, de veiligheid, hè. We moeten voor de veiligheid gaan. Zo lijkt het wel een beetje op onze sportzaal in Spanje, meneer Frank. Echt waar? Ja. Ja, dan hebben we natuurlijk wel de pieten hier en daar, maar... Ja, dit is... Ja. Dus sport wel een beetje in Spanje? Ja, dat wel. Ja, de burgemeester, de Sint moet een klein beetje kwiet blijven. Ja, je stapte zo vlot uit de boot. Ik dacht, dat gaat goed. Dat heb je goed gezien. En dan hadden we juffrouw Hennie ook van die mooie poppen. Bob de Bouwer. Ja. En weet je wie ik ook weer vind, Frank? Nou. Elsa. Sinterklaas. Elsa. In een mooie blauwe jurk. Prachtig. Ja, zeker. Ja. Juffrouw Roos. Ja. 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 En de Minions. Ja. Ja. En al die ouders en kinderen. Ja. En dat is, het is heel raar. Burgemeester, mag ik even goed eventjes daar gaan staan? Ja, dat is de plek. Ja, dat voelt dan toch nog een beetje alsof ik er, met de kinderen. Ga je mee, meneer Frank? Dat zeker, Sinterklaas. Een stoel, normaal gesproken. Zal ik even een stoel voor u pakken, Sinterklaas? Ik zou het wel heel fijn vinden, meneer Frank. Dan heb ik toch een beetje het gevoel. Ja, en mag dat, juffrouw Hennie? Ja, zeker. En u heeft ook al een reis achter de rug, toch? Dus dan ben je best wel een beetje moe. Ja. Maar ik wil toch zeggen dat ik het heel fijn vind dat u er bent, juffrouw Hennie en burgemeester. Dat u toch de tijd heeft om, ondanks dat de kinderen er niet zijn, dat we hier even kunnen zijn met elkaar. Tuurlijk. Ja. We moeten het even beleven met elkaar. Zo is dat, ja. In de hoop dat het volgend jaar weer gewoon is. Maar we moeten ook niet te somber zijn, hè? Nee, zeker. Want het is even goed Sinterklaasfeest. Het is goed. Hè? Somber? Ja toch, meneer Frank. Het is even goed feest. Sinterklaas is er. Toch? Ja, toch. Altijd feest en ik heb een stoel klaargezet. Als het met de letters goed komt, komt het met de cadeautjes ook goed. Dat denk ik ook wel, En juffrouw Hennie heeft beloofd dat het goed komt met de letters. Ja, dat... Ik hoop het wel. Ik hoop daar rekenen we wel op, hoor. Ik heb daar wel wat marsepein voor over, juffrouw Hennie. Geweldig. Frank, wil jij mijn staf afstaan? Ik zal hem aannemen. Dank je wel. Ja, het is een wat andere stoel dan u gewend bent. Ja.
Och ja. Nou. Ja. Och ja. Dat zitten dan al die rakkers normaal gesproken. Helemaal vol. Ja. Hele kring om u heen altijd. Vorig jaar was het boek nog gepikt volgens mij. Ja, dat weet ik nog. Weet je nog. Weet je nog. Ja. En er zaten al die kleintjes daar en de papa's en de mama's daar. En dan gingen ze zingen. Frank, ik durf het haast niet te vragen. Zullen we een Sinterklaasliedje zingen? Dat lijkt me wel ontzettend leuk om te doen. Ja. Welke zou je graag willen horen? Zingt u mee? Zingt ook. Ja, ja, we gaan ook wel meezingen hoor. Zullen we dan toch maar Sinterklaasje kom maar binnen zingen? Ja, nou ja, we zijn er wel. Dus ja, dan ga ik wel even staan. Oh, ja. Ja. Nou, gaat hier dan. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Nou, kom dan maar even. Het klonk mooi, maar ik vind het toch een beetje... Het is heel, ja, het is heel een beetje kaal. Met z'n vieren zo. Kaal. Het is een beetje armetieren. Dat is het woord, burgemeester, ja, armetieren. Ja. Maar misschien Sinterklaas kunnen dan de kinderen thuis meezingen. Dat zou heel mooi zijn. Toch? Ja. En wat bedoelt u daarmee te zeggen? Nou, dan zingen wij gewoon nog een keer. En dan kan iedereen thuis super hard meezingen. Zodat we in het hele dorp heel hard muziek hebben. Vindt u dat een goed idee? Ik vind het een super idee. Dan gaan we dat gewoon weer. Dat doen we nog een keer. Ja, toch? Ja. Heel goed. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even ik heb alle tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons aan en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Prachtig, prachtig. Ah, de nou, kinderen hebben meegezongen, hè? Ik weet het zeker. Ja. En ik ga stiekem luisteren, want ze zien me toch niet. Nou, ik denk dat we wel in moeten gaan, meneer Frank. Ik denk dat Sinterklaas, ja, burgemeester. Zeker. Laten we gaan. Ja. Ja. Het was wel weer fijn dat we ook even in de sporthal terecht konden. Hè? Dat meneer Mario dat ook voor ons geregeld heeft. Ja. En de burgemeester heeft beloofd dat we nog even in het dorp mogen kijken. Dus tuurlijk, dat gaan we doen. Tuurlijk. Dankjewel. Dat gaan we wel even doen. Ja. Dag sporthal, zonder kinderen. Tot volgend jaar.